Een mooie film kun je hier in Baarn alleen nog zien in de speeldoos. Maar de oudere Baarnaars herinneren zich het vast nog wel, de Flora Bioscoop in de Laanstraat. Als je bij de trekpleister omhoog kijkt, zie je het bord nog met de naam. Geert Visser had meerdere bioscopen en gaf de grootvader van Willem van der Burg, de aannemer Willem Le Duc, opdracht om de bioscoop in Baarn te ontwerpen. Hij maakte ook de tekeningen en heeft de bioscoop gebouwd. Waar woonde uw grootvader eigenlijk? Mijn grootvader woonde in de Dallaan, Dallaan 10 en 12. Dat huis heeft hij zelf gebouwd ook. En het is later is dat hernoemd naar Beukelaan 22 en 24. En daar had hij ook zijn bouwbedrijf? Daarachter had hij zijn werkplaats, dat is een bouwbedrijf. Was het een bijzonder bedrijf wat hij had? Nou, het was een van de eerste bouwbedrijven met een elektrisch timmerbedrijf. Dus met elektrische machines. En maakte hij bijzondere projecten? Had hij bijzondere dingen om te bouwen? Nou, hij bouwde villa's en woonhuizen en onder andere de bioscoop. In Baarn of in Baarn. Ook erbuiten? Nee, meestal in Baarn. Ja. Er was geen opvolging, hè? Toen uw grootvader ermee ophield? Nee, dat klopt. Bent u toen gelijk als een bedrijf gekomen? Nee, er heeft een bedrijfsleider in gezeten, Jo van Daal. En die heeft het bedrijf als bedrijfsleider voortgezet, na zijn overlijden. En daarna heb ik het bedrijf overgenomen, toen ik een jaar of 22 was. Een van de dingen waar uw grootvader mee aan de gang is geweest, dat is de Flora Bioscoop. Die heeft hij getekend, gebouwd ook. Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Dat heeft hij in opdracht van meneer Visser heeft hij dat ontworpen. Dat heeft hij, aan de buitenkant is het een beetje in Amsterdamse stijl. En de binnenkant heeft hij ontworpen naar het Tuschinski Theater. Dus daar is het een beetje aan gelieerd. Meneer Visser vond het mooi om in die stijl te doen. En hij heeft het dan ook zo ontworpen. En een bouwvergunning hebben ze aangevraagd bij burgemeester en wethouders. Dat hebben ze op 12 april 1930 hebben ze dat bij de burgemeester en wethouders aangevraagd. De tekeningen zijn later gemaakt zelfs nog. Hij heeft een schetsontwerp ingediend eerst. En de tekeningen zijn op 24 mei gemaakt. En op 5 juni hebben ze al een bouwvergunning gekregen. Dat is wel ontzettend snel, hè? Dus het was heel snel. Ik denk dat ze wat contact hadden. Ze hadden waarschijnlijk wat contacten. Ja. Ja. Voor de eerste keer voor zijn grootvader ook denk ik dat hij een bioscoop heeft ontworpen. Ja, klopt. Hij heeft één keer een bioscoop ontworpen en dat was dan voor de Visser. Ja. En verder heeft hij alleen maar villa's gebouwd. Ja. De bouwvergunning is afgegeven, gelijk met de bouw begonnen? Ja, denk ik. Ja, toen is het gelijk met de bouw begonnen, want in december van dat jaar was de bioscoop klaar. Dus dat is in een 6 maanden tijd is dat gebouwd. Wat heeft het gekost eigenlijk? Het heeft 34.000 gulden gekost. En de tussentijdse aanpassing heeft nog een keer 5.000 euro gekost, gulden gekost. Als je aan de voorkant staat, aan de Laanstraat, dan heb je eigenlijk geen idee hoe groot het is. Maar het heeft een heel stuk doorgelopen op de parkeerplaats ook, hè? Ja, het is helemaal doorgelopen naar de parkeerplaats. Daar was achter het toneel en daarnaast had je de kleedkamers. Ja. Boven de bioscoop ging meneer Visser wonen met zijn gezin. En ja, een beetje onhandig ingedeeld, toch? Ja, wat ik begrepen heb, is het helemaal onhandig geweest. Ja. Maar het is in overleg met die Visser, zijn die woonhuizen erboven gebouwd. Ja. Elke werkdag werd er een film vertoond, in het weekend zelfs 2 keer. En op de zondagmiddag was er een jeugdvoorstelling. In de bioscoop waren prachtige houten trappen. En buiten in de vitrines hingen de filmposters. De zoon van Geert Visser, Ab, woonde met zijn gezin boven de bioscoop. Jaap en Malou Visser hielpen hun ouders met diverse klusjes en de verkoop van limonade. Ja, wie het over de bioscoop heeft in de Laanstraat van vroeger, die komt natuurlijk bij jullie uit. Hoe is het allemaal zo gekomen met de bioscoop? Ja, de bioscoop is gebouwd door Le Duc. En op een gegeven ogenblik is die in vaders handen gekomen. Want opa heeft de bioscopen hier een beetje in deze omgeving gehad allemaal. Ja, hij had meer bioscopen, hè? Ja, op een gegeven ogenblik. Opa die bouwde een bioscoop. Liet een bioscoop bouwen. En als die bioscoop liep, dan ging hij dus naar de volgende plaats toe en liet hij daar weer een bioscoop bouwen. En zo ging hij dus van bioscoop naar bioscoop. Want als je de tekening van Baren pakt,
is precies hetzelfde als de bioscoop in Hilversum. Waren de namen ook hetzelfde? Altijd Flora. Ja. Dus je kon het zo gek niet bedenken, als de Flora op stond, dan was het van opa. Woonde je opa al in Baren toen deze bioscoop er kwam, of niet? Deze, ja, opa woonde in Baren. En ja, we zijn vader ook, hè, die heeft ook altijd in Baren gewoond. Hoe ben jij erbij betrokken geraakt? Ben je ook in de bioscoop begonnen? Ik ben ook in de bioscoop begonnen. Ja, toen ik al klein was, zat ik al in de bioscoop. Mensen naar de plaats brengen en kaartjes kijken of dat goed ging. Toen ik iets groter was met de grote doos door de bioscoop heen en ijs en pepermunt en marsen rond verkopen. Ja. Ja, en zo is het gegaan eigenlijk. Toen was je nog klein? Ja. En toen je wat ouder werd, ben je toen ook in de bioscoop gaan werken van je grootvader of niet? Nee, het is altijd bij vader, want vader had de bioscoop al toen wij natuurlijk nog bijna baby waren. We zijn met 8 à 10 jaar zijn we pas in de bioscoop gekomen, dus dat wij dus mee mochten lopen in de zaal, laat ik het zo zeggen, ja. In de bioscoop. Voor de rest woonden wij dus boven. Ja, maar wat zijn jouw eerste herinneringen aan de bioscoop? Een bezemsteel. Vertel. Ja, de zaal die moest schoongemaakt worden, dus dat moest met de bezem gedaan worden. En we kregen gewoon een bezem in onze hand. Meehelpen. De rijen vegen, flesjes ophalen. En zo zijn wij begonnen. Het was een heel bijzonder pand, hè? Dat was doormidden gedeeld. Ja. Als de ene de ander moest, hoe ging dat dan? Dan moesten we van de ene kant van het pand moesten we helemaal naar het andere kant van het pand. We kwamen hier kwamen we dus... Binnen. Dan gingen we hier de trap op. Dan gingen we hier door de ene woonkamer heen. Dan door de andere woonkamer heen. Dan kwamen we hier in een halletje. Dan gingen we hier de trap op. En dan kwamen we dus op deze etage. En hier sliep dan mijn zuster. En de cabine zat precies in het midden ervan. Ja, ik kan me voorstellen dat jij het een beetje eng vond, of niet? Dat was best wel eng. Ja. Maar het voordeel was wel dat ik alle films hoorde. De hele week hetzelfde. Nou ja, zolang de film liep, het was iedere dag van, oh, nou komt dat en nou komt dat en nou is het pauze. Nou begint hij weer. Ja. Dat was gewoon iedere dag. Want ik sliep er zat alleen maar een heel dun wandje tussen. Dus daar lag ik met mijn bed tegenaan. Hoe zag de bioscoop er van binnen uit? Kan je het een beetje beschrijven? Was het een mooie bioscoop? Twee trappen hadden we. We hadden links een trap en rechts een trap. En dan ging je dus zo naar boven toe. En dan draaide je helemaal zo rond zo. En dan kwam je boven op het balkon uit. En dan had je allemaal een mooi balkon met allemaal mooie stoelen erop. Allemaal net als hier de pluche. Ja, rood. Ook allemaal rood. Nou, daartussenin zat dus de cabine. Er stonden twee projectoren. En de ene schakelde dus over als de andere leeg was, dan schakelde die over naar de andere toe. Hoeveel plaatsen waren er in de bioscoop? Ik denk een kleine 500. Hoeveel voorstellingen werden er gedraaid? Was het elke dag alleen 's avonds of het weekend meer? Hoe ging dat? Zaterdags 2, zondags 2 en woensdags 2 en voor de rest van de week 1. En zondagmiddag kindervoorstellingen of zo? Of, Ja. Allemaal leuke films voor de kinderen. En op Koninginnedag doorlopend. Doorlopende voorstelling. Van 12 uur tot 's nachts 1 uur. En dat was dan gewoon een speciaal programma. Met tekenfilms en stukjes journaal. Van de koningin. Allemaal koningin. Dat ze dat jaar gedaan hebben. Daar begon het algemeen met het polygoonjournaal. Polygoonjournaal. Ja, dat weet ik nog, ja. En dan tekenfilmpjes erachteraan. En dan weer een stukje van de koninklijk huis. En dat was gewoon, de hele dag was het donker. Ja. Het ging. In de pauze collecten? Het was geen pauze in die met koningin. Het was een doorlopende voorstelling. De mensen konden eruit en als ze alles gezien hadden, konden ze er weer uitlopen. En dan konden er andere mensen konden weer erin. Bij de gewone film was er eerst het journaal en dan de vooraankondiging van de films van de week daarna. Die daarna kwam. En dan was het pauze.
En dan ging het diaapparaat ging aan. En in die tussentijd? Dat was de muziek. In de pauze hadden wij muziek. Dat was live voor muziek? Voor die tijd, nee, dat van hele grote ouderwetse zwarte grammofoonplaten. Hoe kwamen jullie aan de films? Mijn vader ging altijd met moeder naar Amsterdam toe. Dan zat er in Krasnapolski zat een filmbeurs. En dan kon je daar je films inzetten die je zou willen hebben. Ja. Eén keer in de 14 dagen ging het hier naar Amsterdam. En dan ging vader daar de films inzetten. En moeder ging dan shoppen. En dan kwam ze altijd met leuke dingen voor haar thuis. Je moeder zat aan de kassa, ja. Toch? Zit alles goed in de gaten, hè? Heb ik begrepen. Die hield alles heel goed in de gaten. Ja, Witteveen werkte bij jullie, die was portier. Ja, Witteveen was de portier. Hoe zag hij eruit? Had een mooi pak aan, geloof ik, hè? Had een heel mooi pak aan, met een kleppet had hij op. En voor de rest helemaal netjes in het uniform. Ja, ik heb hier ook, meneer Veldman heeft ook gewerkt bij jullie. Ja, die was die bracht mensen naar de plaats toe. Was een van de controleurs, ja. En er was een viezenstalling. Ja. Dat was Toon Paridon. Ja, die was hier. Hier ging je in, zo, de fietsenstalling naar de fietsenstalling. Ja. En dan had je hier, even kijken, hier zijn de deuren. Bij de tweede deur, vanaf hier, was dat helemaal fietsenstalling. We hebben het over de medewerkers. Meneer Jacobson, wat deed die bij jullie? Jacobson, dat was de operateur. Die draaide de films bij ons. Ja. Die plakte de dingen aan elkaar altijd, als de voorprogramma's moesten gedraaid worden. En, die stond in de cabine. We hebben het steeds over de bioscoop, maar er was ook een toneel. Dat is wel bijzonder om dat in een bioscoop te hebben natuurlijk. Ja. Ja, werd veel gebruik van gemaakt? Heel veel. Ja, af en toe dan kwam er weer wat te sprake en dan was het, dat zetten we dan ook in Baren in. Veel vaste bezoekers neem ik aan. Ook de koninklijke familie kwam bij jullie. Ja. Hadden die een aparte plek? Wij hadden een aparte plek voor de koninklijke familie, maar die wouden daar nooit gaan zitten. Want ze zei, wij zijn gewoon mensen en wij gaan gewoon tussen het publiek zitten. En als het kan, liefst vooraan. We hadden hier zo, dat was dus de koninklijke loge, die zat hier dus. Dat achterste. Maar hun wouden dan graag zitten hier op de voorste rij altijd, van het balkon. Je had warme banden hè, met het paleis, jij kwam wel eens bij Prins Bernhard. Ja. Want die hadden een eigen bioscoopzaal ook. Ja, en dat is dus aan de achterkant is dat erbij gebouwd en daar zijn de projectoren neergezet. Maar wat was jouw, waarvoor ging jij er naartoe dan? Werd je dan opgebeld? Ze zijn heel vaak op vakantie de koning en de koningin geweest. En dan belden ze op en dan zeiden ze van, Jaap moet je horen, er is gefilmd en het zal wel in het polygoon zitten. Hij zei, kan je dat er voor me tussenuit knippen, dat stukje? Ja. Ja, jullie hebben altijd mee moeten helpen, maar nu was dat nooit een probleem? Of deed je het gewoon? Nou, er was geen keus. Nee. Het was gewoon, je ging gewoon, je deed het gewoon. Ja, als er iets gedaan moest worden, dan werd er geroepen en dan moesten we komen, klaar. Op een gegeven moment, dan moet er BTW, komt er dan om de hoek, hè? En het wordt een beetje slechter in de bioscoop, misschien ook door de televisie die erbij gekomen is. Ja, en dan is het, wat gaan we doen? En toen werden dus in de omgeving, zoals in Amersfoort, Hilversum, Soest, werden alle vermakelijkheidsbelasting werden toen afgeschaft, omdat we de BTW kregen. Toen is moeder naar de gemeente geweest en toen zei de burgemeester die daar zat, die zei op een gegeven ogenblik tegen moeder, als een supermarkt zijn zaak niet meer rond kan krijgen, hij zei, dan moet hij hem ook van de kant doen. Er was ook sprake van om 's nachts films te gaan vertonen. Ja, in alle omgevingen draaiden ze nachtvoorstellingen. En dan moest je dus apart vergunning gaan vragen bij het gemeentehuis. En toen kregen we dus vergunning voor precies 1 minuut. Van 12 uur tot 12:01. En 12:01 moest de zaal dan weer helemaal leeg zijn. Kerstmis 1972 is het voorbij met de bioscoop. Hoe is het toen verder gegaan? Wat is je vader gaan? Je vader was al overleden. Nee, mijn vader was al overleden. En veilig deden we met z'n drieën de bioscoop veilig.
Later met z'n deken, alleen nog maar mijn moeder, hè? Toen ja, was jij getrouwd. Toen was ik getrouwd. Ja, als ja, ik nooit heimwee gehad. En je dacht van nou, het was toch wel leuk. Nee. Nee. En zo is het gegaan feitelijk helemaal.